Ja, we zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologie voor de passagiersbrug om het aansluitproces te verbeteren, eenvoudiger te maken en sneller te kunnen laten geschieden. Normaal gesproken worden passagiersbruggen handmatig aangesloten en daarvoor moet je eigenlijk best wel goed mikken op de deur. En dat is best wel lastig met zo'n grote brug. Met name in het vakantieseizoen merken we dat dat soms wat veel tijd kan kosten. Nou, we staan hier nu in de kop van de brug, waar de brugoperator zojuist het vliegtuigtype heeft ingesteld, de Boeing 777. En zoals je zult zien, zal de brug automatisch zijn weg naar de deur van het vliegtuig vinden. Normaal gesproken moet dat handmatig, maar nu hoef je alleen maar de joystick naar voren te duwen en vindt die automatisch de weg naar de deur. Alleen het allerlaatste stukje, dat moet je nog handmatig aansluiten en dat maakt het een stuk eenvoudiger. Met deze innovatie wordt het proces veel vloeiender. De brug zit eerder op het vliegtuig, de deur kan eerder open en daarmee kunnen de mensen eerder het vliegtuig uit. We zijn nu op één gate op Schiphol een test aan het draaien om het automatisch positioneren om dat te testen. Met deze manier van aansluiten van de passagiersbrug hebben we eigenlijk een unieke innovatie op Schiphol. En daarmee wordt het proces een stuk eenvoudiger en dat is wereldwijd nog niet eerder toegepast.